Jacht je aan contract tot 2022? Dit moet een bijzonder moment zijn voor jou. Zeker, dat is het zeker. Ik ben enorm blij dat ik me verder kan ontwikkelen bij deze mooie club. En ik hoop dat ik een leuke tijd tegemoet ga. Nou, je zet je handtekening in het bijzijn van veel familie. Dat maakt je een trots man, hè? Klopt, zeker. Mijn familie is heel belangrijk voor mij. En daarom heb ik ze ook meegenomen bij dit belangrijke moment voor mij. Ja, je contract zou komen in de zomer aflopen. 3 jaar bijgetekend. Dat is ook een blijk van waardering vanuit de club. Klopt, zeker. Ik ben blij dat ik merk dat de club vertrouwen in me heeft. En dat laat ze ook zien hierbij. En ik hoop zo snel mogelijk vaste waarde te worden van de eerste elftal. Ja, Jeffrey van As zei net, we hebben hier te maken met een groot talent. Dat doet je wel goed, hè, zulke woorden. Zeker, zeker. Precies zoals ik net zeg, ik ben blij dat ze vertrouwen in me hebben. En dat ga ik ook laten zien. In februari 2017 tekende je je eerste contract hier. Toen was je hier een half jaar. Inmiddels zijn we 2 jaar verder. Teken je een contract voor 3 jaar. Het gaat snel. Klopt. Het gaat zeker snel. Tijd vliegt. Ja, ik heb me ook al best veel ontwikkeld in de afgelopen 2-3 jaar. En ik hoop dat het zo verder gaat. En bij ADO Den Haag zeggen ze, we zien hem heel snel groeien. Hoe zie je dat zelf? Ja, ik zie mezelf wel stappen maken. In de afgelopen 3 jaar dat ik hier nu voetbal. Bijna 3 jaar. En nou aansluiten bij het eerste en er vaste waarde van te worden. Nou, je mocht afgelopen zomer al even snuffelen. Je hebt toen zelfs 5 oefenwedstrijden al meegedaan met het eerste. Hoe was dat? Toen vond ik het eerlijk gezegd niet zo heel goed gaan. Het kon wel beter, maar het ging wel oké. Het kon wel beter. Nog even voor de mensen die jou nog niet zo heel goed kennen. Wat voor speler ben je? Ik ben linksbuiten. En ik hou van de 1-op-1 opzoeken. En ik ben best wel snel. En heb ook wel een scorend vermogen. Dus ja, dat is ongeveer wel hoe ik speel. Dat wil je snel laten zien aan het grote publiek? Ja, zeker weten. Zeker, daar doe ik het voor.